Arnold, Slag om Norg, altijd een speciale wedstrijd. Inderdaad, ik ben gisteravond teruggekomen van vakantie in Noorwegen en ik dacht, ja, maar deze koers die pakken ze me niet af. Die wil ik toch graag zelf doen, want het is inderdaad heel speciaal en ja, misschien een van de mooiste koersen van Nederland. Heb je zelf dit soort wedstrijden vroeger gereden? Nee, ja, de Ronde van Drenthe, dorp oplopen, dat soort dingen over kasseien, maar zo extreem niet. En ik doe hem nou denk ik voor de... Ik heb ze allemaal meegemaakt nu hier en ja, het is echt fantastisch om zoiets ook een keer te hebben. Is er überhaupt een prijsplan? Nee, het is, tijdens de tactiek heb ik ook gezegd, jongens, is er tactiek? Ik heb er een vraagteken achter gezet. Jongens moeten eerst natuurlijk op de plaatselijke ronde komen en daar zoeken ze maar uit. Er zullen lekker banden komen, valpartijen, bidons kwijtraken, noem maar op. En uiteindelijk blijven er renners over die ook geen pech hebben. Het is ook een kunst hier om juist niet de pech te hebben en daar moet je ook geluk mee hebben. Succes vandaag. Dankjewel. In het compleet. Ja, ik ben benieuwd. mooie wedstrijd vandaag dus. Ja. Extra voorbereiding gedaan? Ja, altijd wel een beetje gekeken naar wat voor materiaal je moet rijden. En, wel goed voorbereid, maar voor de rest. Je hebt 5 minuten before the start. Zullen we zien. Succes. Dankjewel. Als crosser moet je hier eigenlijk bij zijn. Hè. Ik heb, de afgelopen jaren ben ik er niet bij geweest. En nu dit jaar wel. Dus ja, we gaan het zien. Ik vind het gewoon een mooi spektakel. En we gaan kijken of ik er iets van kan maken vandaag. Extra voorbereid? Ja, ik heb dinsdag nog een keer 200 kilometer getraind. En dat is eigenlijk al vrij kort voor de koers. Maar ja, ik moet dat een keer gedaan hebben. Dus ik dacht van ik moet deze week nog een keer goed trainen. En, ja, ik denk dat vandaag vooral voor mij de kilometers lastig worden, dus daar ligt mijn uitdaging. Het ziet er fantastisch uit en ik wens de jongens een verschrikkelijke spannende wedstrijd. Sportiviteit staat natuurlijk voorop. Kijk, en we zijn de Rotterdam hier voor de 5e editie van de Koga-slag om Nork. Mannen, heel veel succes, goed luck! Drinken.
Hup, hup. Ja, dan zien we nog overhoud hier, maar hier gaan ze komen, fantastisch. Oh, kijk, jawel, de man hier vandaag, dames en heren. Het is Fabio Jacobsen. Fabio Jacobsen wint hier de Kolga-slag van Norg. En al die mannen komen binnen natuurlijk. Dan gaan we officieus, en volgens mij zag ik van de Peter Schulting. Maar dat is allemaal even officieus natuurlijk, van onze aankomst te krijgen, want zometeen allemaal op papier. Fabio Jacobsen van de Brand, Peter Schulting, top trio. Lijkt het op uit te draaien. Want dan staan we hier na de wedstrijd en ik zie bloemen. Ja, mooi hè? Ja, het zijn ook nog mooie bloemen ook, dus ik ben er wel blij mee. Voor de wedstrijd hadden we het er even over gehad. Je moest er zijn, je was er. Ja, ik had eerlijk gezegd nog niet echt verwacht. Ik had dinsdag hadden we voor de wedstrijd al over een flinke training gehad. En, het voelde goed, dus ik dacht van, nou ja, die 200 kilometer kan ik wellicht aan. Alleen ik wist dat het heel lastig zou zijn. We hebben als team heel goed gereden, denk ik, deze editie. In eerste instantie zat Joey erbij en daardoor hoefden wij uit de achtergrond eigenlijk niks te doen. Toen op een gegeven moment zakte Joey erheen en moesten wij onze verantwoordelijkheid pakken als team zijn. En dat hebben we gedaan. We hebben heel lang in de achtervolging gereden, totdat wij met ongeveer 5 man de oversteek maken, waar ik dan uiteindelijk bij zit. En op dat moment gaan wij de laatste ronde in en begint voor ons de wedstrijd eigenlijk helemaal opnieuw. En ja, op dat moment was het gokken. Dus ik zit eigenlijk helemaal alleen in de kopgroep. Dus ja, ik moest op alles counteren en op een gegeven moment komen we toch nog met 4 man weg te zitten. Uiteindelijk sluit er nog eentje aan en ja, wordt het een sprint van 5. Heb je lang gewacht om te gaan? Ja, ik heb me in het begin redelijk rustig gehouden. Hadden we ook eigenlijk afgesproken van nou laten we bij het begin redelijk rustig houden. En Joey probeert mee te gaan in de ontsnapping. Nou, zo geschiedde ook. En daardoor konden wij in de achtergrond ons redelijk rustig houden totdat we hier op de plaatselijke rondjes kwamen. En we hebben pas echt moeten rijden toen Joey eigenlijk uit de kopgroep terugviel. Toen hebben we echt moeten gaan rijden en toen ja, moesten wij gewoon het verschil maken op de stroken. En dan maakt het niet meer zoveel uit of je van voor of van achter zit. Ik denk dat je zelfs beter dan op kop kunt rijden. En ja, uiteindelijk was ik dus nog sterk genoeg om de sprong te maken naar de uiteindelijke kopgroep. Wat is de vervolgstap? Want je rijdt de laatste tijd natuurlijk best wel goede wedstrijden. Ja. Wat ga je nu doen? Ja, eigenlijk staat alles voor mij in het teken van het crossen. En zo heb ik afgesproken met Frank Groenendaal. Ik weet niet hoe dat in de toekomst gaat zijn, maar op dit moment heb ik die keuze gemaakt om vol voor het veldrijden te gaan. Dit zijn voor mij wel uiterst mooie wedstrijden om me goed voor te bereiden richting het crossen. Ja, ik ga nu nog een paar mountainbike wedstrijden rijden. Ik rijd het Nederlands kampioenschap Street Race nog. En ik rijd nog de Rode Omloop. En ja, wellicht misschien nog een andere wegwedstrijd, maar het ligt er een beetje aan wat de ploeg zegt. Succes in ieder geval. Dankjewel.